Hoi stieren, dankjewel dat je weer kijkt. Bedankt voor jullie likes, reacties en natuurlijk ook de abonnementen en de lidmaatschappen. En zeker iedereen die gebruik heeft gemaakt van 15 minuten 15 euro reading. Ik heb heel veel mensen gesproken en gezien. Ik weet nu wie achter het beeld zit en heel veel informatie ontvangen over ook de richting die ik op moet gaan en de dingen die ik aan moet bieden. Dus mocht je daar gebruik van willen maken, tot en met eind maart loopt deze actie. 15 euro, 15 minuten voor jou en je persoon. En dan ga ik nu iets van een hele andere orde doen. Sterrenbeeld stier. Ik heb voor jullie een aantal kaarten getrokken. Dat zijn de 4 van Cups. Waterenergie, schorpioen, vissen, kreeft. Nog een keer waterenergie, de Queen of Cups. Dan luchtenergie, waterman weegschaal, tweelingen, de King of Swords. En nog een keer zwaarden, de 9 van zwaarden, de 2 van pentakels, jouw energie, stier, maar ook maagd en steenbok. Weer luchtenergie, de 6 van zwaarden. En dan hebben we de 8 van staven, de enige vuurkaart op tafel. En kijken, wat mis ik dan? Vuur. En ik heb alles. Ik heb water, lucht, vuur en aarde. En dit is de 8 van wands. Ook weer vuurenergie. Stier, wat ik bij jullie heel erg voel, is dat sommige personen in jouw verleden jou eigenlijk van je eigen pad hebben willen brengen. En dan zou je zeggen, what's new? Want dat geldt voor ieder sterrenbeeld, zeker weten. Maar jij wilt een nieuw hoofdstuk beginnen, heb ik het gevoel. Een nieuw hoofdstuk van bevrijding. Bevrijding van het verleden. Loslaten van het verleden. En dat is ook noodzakelijk. Want er zijn misschien autoriteiten in jouw leven geweest die jou een beetje hebben doen geloven dat jij misschien wel een slachtoffer bent. En eeuwig in de slachtofferrol zou kunnen blijven zitten. Er is dus iets wat jou wil ontdoen van jouw kracht en zelfvertrouwen. En we weten allemaal dat de stier heel krachtig is. Maar het is ook een vast teken. Vast betekent onwrikbaar. Heel erg gewoontes en patronen die moeilijk te doorbreken zijn. En je wil eigenlijk je eigen weg gaan. Want het vasthouden aan jouw patronen heeft, ja, voordeel voor anderen. Anderen die willen jou graag in die slachtofferrol houden. En zeker als het om narcistische persoonlijkheden gaat. We kennen allemaal dat woord wat tegenwoordig overal wordt gebruikt. Het is een narcist hier en daar. Maar ik bedoel daar eigenlijk mee mensen die zelf niet zoveel durven, die jou eigenlijk ook niet in dat licht willen zien, die jou eigenlijk niet willen dat jij je doel bereikt. En dat komt omdat ze dan anders zelf in dat licht gaan staan. En dat heeft te maken met schaduwkanten. Schaduwkanten durven aankijken van jezelf. En dat willen deze mensen niet. Dus zij genieten enorm van als jij in die slachtofferrol blijft zitten, stier. Ja, je moet een risico nemen om voorwaarts te gaan, dat weet je. Ik moet de stoute schoenen aantrekken. En dan word je ook geconfronteerd met die schaduw. Op het moment dat jij zegt, ik kies voor mezelf en ik heb jullie wel door nu, dan speelt die schaduw weer op. Want mensen in het verleden, of bepaalde mensen in het verleden, hebben jou misschien verteld van, nee, dat kun jij niet, stier, blijf lekker zitten waar je zit. Dus je blijft dan ook lekker vastzitten. en dus wat ik al zei, je bent een vast teken. Het is heel moeilijk om uit patronen te breken die je voor jezelf hebt neergezet. Hè, zo ben ik, dit ben ik en dat doe ik al jaren zo en daar hou ik aan vast. Het is heel moeilijk voor een vast teken om te veranderen eigenlijk. Ik ben ook een vast teken. Ik ben een waterman. Ik weet hoe moeilijk dat is. Vaste teken, schorpioen, leeuw, stier en waterman. Die zijn heel erg set in hun ways. Set in their ways. En dat is lastig. Maar hopelijk helpt het jou, als ik tegen jou zeg hier, dat je dingen vanuit een ander perspectief kunt bekijken.
Want iets wat ooit zo was, hoeft niet altijd zo te zijn. Tenzij jij willen dat deze mensen gelijk krijgen en jou lekker vast blijven houden op je plek. En je begint door te krijgen, heb ik het gevoel, dat er een andere weg voor je is. En je breekt eigenlijk weg van dit slachtoffergebeuren. Want het is zo, als deze mensen... Nee, het is zo dat jij ook... Deze mensen kunnen jou aanzetten tot zelfsabotage. Dus elke keer als jij denkt, ik ga een risicootje nemen, ik ga iets doen, ik ga mijn doelen achterna, dan komt er een stemmetje van binnen die zegt van, ja, maar dat kun jij niet, stier. Dus die zelfsabotage, die moet je leren ontdekken in jezelf, waar jij jezelf stopt in je tracks. En dat mag je dan loslaten of aankijken, zeker. Maar jij bent een enorm krachtig teken. En dat is een bedreiging. Je bent heel krachtig en dat is een bedreiging. Een bedreiging voor anderen die weten als jij in het licht gaat staan, dat hun in de schaduw vallen, maar ook in het licht komen te staan over hun manieren van denken en doen. Die jou niet langer meer dienen. Dus jij wil breaking free. Jij wil weg. Dus dat betekent ook dat je soms in de King of Swords moet gaan zitten. Dus sommige mensen de deur wijzen, stier. Mensen die misschien al heel lang om je heen zijn. Mensen die, waarmee je opgegroeid bent. Close familieleden, noem maar op. Sommige mensen die jou toch vasthouden in dat stramien. En ja, uiteindelijk ga jij je kracht terugnemen. En zeggen van, ik ga veranderen. Ik ga even een glaasje water pakken, één moment. Ben ik weer even. Ik heb nog steeds last van mijn stem. Ik blijf maar verkouden met dit weer, dus onhandig als je de hele dag moet praten. Maar stier, ik ga even verder. Als jij dus in je kracht gaat staan, dan zal het uiteindelijk makkelijker worden en zeg je tegen jezelf, nu gaat het mij lukken. Ik ga het gewoon doen. Want eigenlijk heb jij daardoor een geblokkeerd hartchakra. En een geblokkeerd hartchakra zorgt er eigenlijk voor dat de goede mensen, de goede energieën die in je leven komen, dat je die geen kans geeft. En dat je dus ook mogelijkheden voorbij laat gaan die voor jou wel werken. Die voor jou wel in je hoogste goed dienen. Dus let erop dat je eigenlijk door een gewond hartchakra, je mogelijkheden en doelen niet voorbij laat gaan. En pak de kansen die voorbij komen, die voor jou in je voordeel werken. Dus laat andere goede energie niet boeten voor de dingen die in het verleden gebeurd zijn. Of degene die jou graag op je plek willen laten, die jou op je plek willen houden. Dus het helpt je niet. Hè? Het helpt je niet om dingen, mogelijkheden af te wijzen of aan jezelf te gaan twijfelen van als er een prachtige kans zich voordoet, ja, maar dat kan ik eigenlijk niet. Dan zal dat zich ook manifesteren in de buitenwereld en zul je ook niks bereiken, omdat je diep in jezelf gelooft dat het toch niet gaat gebeuren. En dat is niet waar. Dat is onzin. Dat is niet waar. En dit helpt je niet, deze gedachtes. Dus die moet je opsporen en omdraaien. Je bent een zeer krachtige manifesteerder. Hè? Je bent een aardeteken. Je werkt ook heel goed hier in de 3D, in de realiteit, met twee benen op de grond. En belangrijk is dus, als je aan het manifesteren bent, op zo'n krachtige manier als jij, stier, van dit zijn mijn doelen, dat je ook je energieën cleant. Hè? De profiteurs en dergelijke moeten dan wel de deur uit. Dus je moet heel alert zijn, wie heb ik om me heen, terwijl ik manifesteer. En uiteindelijk komt er nu dan ook beweging. Eerst door misschien stilletjes te vertrekken, maar er komt beweging. Er komt beweging. En je krijgt ook aha-momenten van, oh, zo zit het. Oh, dat had ik nog niet zo gezien. Je wordt als het ware wakker.
wakker uit als door een roosje die in het kasteel ligt te slapen. Van, ik ben wakker, ik ben wakker. Awakening noemen ze dat natuurlijk ook. Maar, dus die awakening betekent ook dat je inmiddels dingen doorziet en dat de pogingen van anderen om je op je plek te houden niet langer meer werken. En het universum helpt jou ook als jij breaking free, dan helpt het universum jou. Want het universum wil het beste voor jou. Self-love, daar heeft het mee te maken. Dus mocht je deze cursus willen doen met mij, ik heb een self-love klasje. Klas. En die gaat in april van start. Dus mocht je daar veel meer over willen weten, dan zie ik je misschien daar. Ja, hopelijk. Want het universum stuurt ook allemaal boodschappen naar ons. Die jou kunnen helpen met manifesteren. Met je hartchakra. En het universum stuurt jou dus signalen. Door middel van getallen, maakt niet uit, veertjes, dieren, muziek, van allerlei dingen. Getallen vooral. Om jou te zeggen, ik sta achter jou, stier. Om jou te helpen dat te worden wie je al bent. Maar het zelf eigenlijk nooit geweten hebt. Dus stier, heel erg bedankt dat jullie weer naar deze video hebben willen kijken. En ja, mocht je nog gebruik willen maken van de actie, dan zie ik jullie graag. Oké, doei doei, take care.